zijn nu in het Wapen van Elst. We gaan een kijkje nemen achter de schermen bij carnavalsvereniging De Batsers. Want die zijn nu aan het oefenen voor de pronkzitting. Kom. Francesco, jij bent van de PR van De Batsers, onder andere. We zijn nu hier bij het oefenen van de pronkzitting. Ja. Maar wat is een pronkzitting eigenlijk? Een pronkzitting is eigenlijk het visitekaartje van een carnavalsclub, dat je één keer per jaar laat zien wat je in huis hebt. Dus iedereen die waarvan dat zelf denkt dat hij iets kan doen op het toneel, qua zang, qua dans, qua buuts, qua teksten, die wordt uitgenodigd in september te komen praten. En het resulteert dan in een pronkzitting. Het begint dan in september? Het begint in september. Traditioneel de dinsdag na de paardenmarkt, dan komen we bij elkaar. Ja. Dan gaan we peilen van... Hou eens even op. Dan gaan we peilen wie er zin heeft om weer wat te doen. Ja. En dan begint zich de eerste groepen zeggen weer van, ik heb een idee, ik heb een liedje. Ja, dat gaat. En doen er steeds verschillende groepen of mensen mee? Of is ieder jaar wel terug? Nou, er is wel een basis. Er is wel een basis van aantal mensen die het heel erg leuk vinden. Ja. Die zie je ieder jaar. Maar we proberen toch ieder jaar wel nieuwe gezichten erbij te krijgen. Okay. Want dat is leuk voor de zaal, maar is ook leuk voor onszelf. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Vragen. Vrienden kennen, bekenden. Iedereen die maar denkt... Dus als je zin hebt, moet je me hard uitnodigen om... Kom een dansje doen. Ja, dat mag. Ja. Ja, hoor, ja. Maar heb je zelf wel eens meegedaan? Ja, ik doe al. Ik zit nu 22 jaar bij deze club en ik doe ook zo'n 19 jaar ook al mee aan de zittingen zelf. Oké, en dit jaar ook? Dit jaar ook weer. Wat ga je doen? We hebben een dansact dit jaar. Oké. Okay. Ja. Zijn... Met mooie zwanen? Krijg je dan zo'n mooie zwanen? Nee, ik krijg geen mooie zwanen. Nee, wij zijn heel simpel, heel eenvoudig. Wij zoeken het meer in humor. En de kinderen is altijd leuk voor de opa's en oma's. Ja. Dus, Nee, zo'n pronkzitting is altijd ruim eigenlijk voordat echte carnaval begint. Ja. Maar waarom is dat? Nou, gelukkig in Elst hebben we twee van dit soort verenigingen, zoals wij. We hebben De Batsers en ook Zet hem op. Die hebben er ook zes. Ja. Dus als je dat in weekenden gaat verdelen, dan kom je al dat je in januari al moet beginnen, omdat carnaval zo vroeg valt. Okay. En vorig jaar viel carnaval heel vroeg, begin februari. Dus was Zet hem op, die had op 4 januari al de eerste zitting. Okay. Maar dat heeft puur met het feit te maken dat je zo carnaval vroeg of laat valt. Nou, ja. Ik wens je veel succes met de dance act. Nou, dankjewel. Ja. Frank, jij bent Prins Carnaval van twee carnavalverenigingen, Zet hem op en De Batsers. Klopt. Maar wat is nou eigenlijk een Prins Carnaval? Wat doe je zo al? Prins Carnaval is eigenlijk de verpersoonlijking van carnaval in Elst. En het is mijn taak om carnaval uit te dragen zo breed mogelijk binnen de Elstse bevolking. En daarvoor probeer ik op zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn, samen met mijn adjudant Frank, om het carnavalsgevoel uit te dragen. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste representatieve functie is, als het ware. Je zegt dat je dan op vele, hoe zei je dat nou, evenementen? Veel carnavalsactiviteiten aanwezig bent. We zijn hier nu bij De Batsers. Zet hem op is dan ook een carnavalsvereniging. Daar ben je ook bij de pronkzitting aanwezig? Ja, klopt. De Batsers hebben dit jaar 5 pronkzittingen. En Zet hem op heeft dit jaar 6 pronkzittingen in verband met het jubileum ook. Dus vandaar dat we dit jaar een extra druk programma hebben. Ja. En wat dat betreft is het voor ons volledig, zeg maar, we zijn daar volledig op gericht om alle activiteiten mee te maken. Is nog een drukke baan ook? Ja, het is moeilijk te combineren met je gewone werk. Dus je moet echt een paar weken vrij nemen, anders is het niet te combineren. Nee. Maar behalve aanwezig zijn, wat doe je dan zo? Nou, wat je probeert te doen is het carnavalsgevoel uit te dragen. Ik heb mijn eigen prinslied wat gespeeld wordt. Ja. Je probeert ook de mensen die op het podium staan, en dat eigenlijk ook een beetje te eren van jou doen, toch te waarderen. Dus je reikt ook onderscheiding uit aan de mensen die meegewerkt hebben aan de proefzittingen. En het is af en toe een woordje toespreken, mensen af en toe in het zonnetje zetten, mensen naar voren halen, vaak op de achtergrond een belangrijke rol spelen.
En op die manier probeer je er toch iedereen bij te betrekken. Ja, het is best een officiële rol eigenlijk. Ja, je hebt echt een hele officiële representatieve functie. Ja. Op zaterdag is het ook de officiële sleuteloverdracht. En dan reikt de burgemeester van de gemeente Overbetuwe ook symbolisch de sleutel uit naar de 7 prinsen uit de omgeving. Dus dat is ook altijd een hele leuke happening. Oké, en je bent ook alle dagen als de carnaval zelf aan de gang is, zeg maar, ook in de zalen aanwezig? Ja, we gaan betrekken van zaal tot zaal hier in Elst. Dus dat begint eigenlijk op de zaterdag al. Met zaterdag ochtends de officiële sleuteloverhandiging. Mm-hmm. Dan gaan we naar mijn residentie, waar het officiële prinsenbord onthuld wordt. Dan gaan we meestal naar Lent, naar de optocht kijken. Dan komen we weer terug naar Elst. Dan gaan we het kindercarnaval hier bij de Badsers kijken. Het kindercarnaval bij Zedemop kijken. En dan sluiten we eigenlijk af. En dan is het natuurlijk s'avonds is het groot carnavalfeest hier in het Wapen en ook in de Hucht. En daar pendelen we zo'n beetje tussen heen. Ja. Maar zit je dan ook op een pronkwagen of is dat niet het geval? Nee, dat is zondags. Zondags is de optocht. Ja. En dat begint, ik weet eigenlijk niet eens hoe laat ik begin op dit moment. Maar dat is dus zondagsmiddags. Dan sta ik op de prinsenwagen en die trekt dan door het dorp. En na afloop wordt er dan hier in het Wapen de prijsuitreiking gedaan. En dan reik ik weer de prijs uit aan de mooiste wagen en de mooiste groep. Op die manier ben ik dan weer officieel bij betrokken. Nou, ik wens je heel veel succes met het dankjewel. De carnaval. Ja, het zal lukken. Ja, dat denk ik ook. Welkom bij Patsos in Rosso, geopend door Team Blief. Van de Narren en Arennen, we zien geopend. Hoogheid Frank de Globetrotter met zijn adjudant Frank. Van harte welkom bij onze zitting. Badsos in Rosso. Ik neem aan dat we eerst even u het woord geven. Ja, dankjewel Joop. Goedemiddag mensen. Prachtig om jullie hier allemaal te zien vanmiddag. Allemaal mooi in het rood. Heel erg Rosso. Dus ik vind het een schitterend gezicht. En iedereen weet natuurlijk dat ik een beetje blauw bloed in mijn aderen heb. Maar als ik jullie hier zo zie zitten, dan kreeg ik toch wel een beetje een Rosso hartje hoor, Joop. De hoogste kies, dus welkom allemaal. In deze mooie prachtige versierende zon. Wat een mooi begin, daar wordt ze niet begin. Met zo'n zonne koude overmaken. Op deze vaste avond wordt als nooit gebeurd. De warm van avond op de